Herken je dit? Dit zijn allemaal lenzen. Behoorlijke professionele lenzen trouwens. Als je denkt van, nou, dat is een beetje ver van bed show. Je hebt ook een lens heel dicht bij je. Kijk maar. In je oog. En in een ander oog ook nog één. Je hebt dus twee lenzen. En daar gaan we het vandaag over hebben. We kijken eerst even naar een lichtstraal. Een lichtstraal gaat normaal gewoon rechtdoor, rechtuit. Niks aan de hand. Maar als we nou een lens erbij pakken, dan zie je dat de lichtstraal een buiging vertoont. Ja, de lichtstraal gaat eerst rechtuit en hier komt er een knik in. En ook andere lichtstralen. En je ziet dus dat de twee lichtstralen naar elkaar toe buigen. En dat is een eigenschap van een bolle lens. Ja, de lichtstralen zouden normaal gewoon rechtdoor gaan. En ze gaan dus nu naar binnen toe. En we noemen dat een convergerend vermogen. Een bolle lens die heeft dus een convergerend vermogen. Nu heb ik hier geen richting aangegeven. En bij lichtstraal moet je altijd wel een richting aangeven. En stel je voor dat ze van rechts af kwamen in plaats van links. Nou, lichtstralen zouden normaal gewoon rechtdoor gaan. En je ziet dus dat ook van de andere kant af de lichtstralen naar binnen toe worden gebogen. Dus het blijft iedere keer een convergerend vermogen. Goed, behalve twee lichtstralen kunnen we natuurlijk ook meer lichtstralen hebben. Allemaal evenwijdig aan elkaar. En evenwijdige lichtstralen, die gaan allemaal door één en hetzelfde punt. En dat punt, dat duiden we aan met de hoofdletter F. En de F staat voor focus, oftewel het brandpunt van de lens. En waarom heet het brandpunt? Nou, kijk, ja, je kunt met een positieve lens, een brandglas, kun je iets laten roken in de brand steken. En vandaar dus het toepasselijke naam brandpunt. Om niet te veel te hoeven te tekenen, teken in plaats van zo'n bolle lens vaak een verticaal streepje met een plusje erboven. En het plusje geeft aan dat we te maken hebben met een bolle lens. Een bolle lens wordt ook wel een positieve lens genoemd. Dat betekent dus dat we ook een negatieve lens hebben, daar komen we later op terug. Deze stippellijn, een denkbeeldige lijn door het midden van de lens, dat wordt de hoofdas genoemd. En het midden hiervan, dat wordt het optisch middelpunt genoemd. Hè, en wordt dus een hoofdletter O voor gebruikt. Bij tekenen wordt vaak alleen maar de lens en hoofdas getekend. De rest die zet je er niet bij. Nou, we kijken weer even naar de twee lichtstralen die door het brandpunt gaat. En daartussen zit natuurlijk heel veel lichtstralen. Dus je hebt in feite een bundel van licht. En de hele bundel wordt dus naar het brandpunt toe gedaan. En daarna gaat het natuurlijk wel gewoon verder. Maar goed, brandpunt F dus aan die kant. En het brandpunt F, dat staat op een bepaalde afstand vanaf de lens. En die afstand wordt aangeduid met de kleine letter F. De kleine letter F is de brandpuntsafstand. En nu is het ook wel weer mooi dat we in plaats van de lens tekenen gewoon een verticaal streepje hebben. Want dan hoef je niet meer in te zetten van, oh, is je afstand nou tot aan het oppervlak van de lens of tot aan het midden. Het is altijd midden, maar als je streepje tekent, heb je daar nooit geen last van. Let op dat je nu alles aan de rechterkant hebt getekend. Maar je kunt natuurlijk ook het helemaal omkeren en dat de lichtstralen dus dan van rechts af komen. En dan heb je dus aan de linkerkant het brandpunt. En dat is met een lens altijd zo. Een lens heeft aan beide kanten een brandpunt. En de afstand, brandpuntsafstand, is zowel links als rechts altijd gelijk. Goed, lens, twee lichtstralen, brandpunt. Wat als het brandpunt nu naar de lens toe gaat. Betekent dus dat de brandpuntsafstand kleiner wordt. Dan zie je dus dat die lichtstralen die elkaar snijden in het brandpunt, die worden sterker afgebogen. Dus als de brandpuntsafstand kleiner wordt, dan heb je een sterkere afbuiging. En omgekeerd, als de brandpuntsafstand groter wordt, dan zie je dat de lichtstralen minder sterk afbuigen. En het sterk afbuigen of zwakker afbuiging, dat geeft aan hoe sterk
de lens is. Sterkte van de lens. Hoe sterk wordt een lichtstraal afgebogen? Het symbool voor sterkte van de lens is de hoofdletter S. En je kunt S berekenen door 1 gedeeld door de brandpuntsafstand. En je ziet dus inderdaad, als de brandpuntsafstand dan groter wordt, dan moet je delen door een groter getal, betekent dus inderdaad dat de sterkte kleiner wordt en omgekeerd. De eenheid van de sterkte van de lens is de dioptrie. En deze eenheid wordt ook bij bijvoorbeeld brillenglazen gebruikt. De sterkte van een brillenglas wordt uitgedrukt in dioptrie. Belangrijk is wel dat, om het te berekenen, je F wel altijd in meters moet doen. Let daar goed op. F moet altijd in meters. Goed. Twee evenwijdige lichtstralen kunnen evenwijdig lopen met de hoofdas. Maar je kunt natuurlijk ook denken dat je twee evenwijdige lichtstralen hebt die niet evenwijdig lopen aan de hoofdas. Hoe gaat het nu? Nou, in plaats van hoofdas teken je dan een denkbeeldige lijn evenwijdig aan die twee lichtstralen. En deze evenwijdige lijn, dat wordt de bijas genoemd. En de twee lichtstralen, die snijden elkaar dan weer in één punt. En het ene punt, dat ligt precies op de bijas, boven het brandpunt. Het vlak wat door F wordt getekend, dus deze denkbeeldige lijn, deze, dat wordt dan ook wel eens het brandvlak genoemd. Ja, dus een evenwijdige lichtbundel. Ja, en het maakt niks uit hoe die loopt. Als je nou zo evenwijdig loopt of zo evenwijdig loopt, die gaat altijd door één punt. En het ene punt, dat ligt in het brandvlak. En als deze evenwijdige lijn nu evenwijdig aan de hoofdas lopen, dan gaan ze door het brandpunt. Maar het brandpunt ligt natuurlijk ook gewoon op het brandvlak. Het brandvlak ligt aan de rechterkant, maar net zoals met de brandpunten heb je natuurlijk ook aan de linkerkant brandvlak. Hè? Ook hier is het weer links en rechts precies gelijk. We gaan even kijken wat er nu gebeurt als je iets wilt afbeelden. Nee, ik heb een potloodje, en die staat aan de linkerkant van mijn lens. Dat is mijn voorwerp. Ja, het is hetzelfde als iets voor een spiegel staat, heb je ook een voorwerp en dan heb je ook een voorwerpsafstand. En dat is hier ook zo. En voorwerpsafstand wordt aangeduid met de kleine letter V. En ik heb in dit geval even speciaal iets. Ik zet hem precies op de dubbele brandpuntsafstand. Dus stel je voor, brandpuntsafstand is 2 centimeter, dan heb ik op 4 centimeter staan. In dit geval komt er een beeld, er wordt een beeld gevormd en het beeld komt op... Ja, daar is daar. Ja, en die komt natuurlijk ook op een bepaalde afstand. En die afstand noemen we de beeldsafstand. Ook hier is te vergelijken met de spiegel. En als je het voorwerpsafstand op de dubbele brandpuntsafstand hebt staan, dan komt het beeld ook precies op de dubbele brandpuntsafstand. Dus je krijgt hier, het is weer net als met de spiegel, je krijgt gewoon precies dezelfde afstand. Natuurlijk wel een klein verschilletje, namelijk dat het beeld op de kop staat. En dat is met de spiegel niet het geval. Kun je het beeld nu ook daar echt daadwerkelijk zien? Dat kan wel, maar dan heb je een projectiescherm nodig. Ja? Als je projectiescherm daar neerzet, dan zie je daar het beeld. Ja? En het beeld zie je dus gewoon als je achter de lens kijkt. En dat is het verschil met een spiegel. Want als je achter de spiegel kijkt, dan zie je geen spiegelbeeld. Een spiegelbeeld zie je alleen maar als je door de spiegel heen kijkt. En je hoeft niet door de lens heen te kijken om het beeld te bekijken van de lens. We noemen het beeld dat zo gevormd is dan ook een reëel beeld. En bij een spiegel noemen we het niet een reëel beeld, maar een virtueel beeld. Dus dat is even het verschil tussen de beeldvorming bij een lens en bij een spiegel. En wat nu als we het potloodje verder naar links toe gaan brengen? Dus de voorwerpsafstand wordt groter. Wat gebeurt er met het beeld? Het beeld blijkt dan dichter naar de lens toe te gaan en het wordt kleiner. Ja, dus beeldsafstand wordt kleiner en het beeld zelf wordt ook kleiner. Het is nog steeds wel op de kop. Als we nou nog verder naar links toe gaan, ja, dus ontzettend veel naar links, dus in feite gewoon oneindig ver weg, dan gaat mijn beeld weer verder naar links toe en die komt dan in het brandpunt te staan. Verder aan het brandpunt komt hij niet.
Hij gaat in het brandpunt daar staan en het wordt natuurlijk ook nog wel weer klein. Weer eventjes terug. En nu brengen we het potlood niet verder weg, maar we brengen het dichter erbij. Dus dichter bij F, ja, nog niet op F. En dan zien we dat het beeld groter wordt en gaat verder naar rechts toe. Ja, dus beeldafstand wordt groter, het beeld wordt groter, nog wel steeds op de kop. En als ik mijn potlood nu nog verder naar rechts toe ga, in het brandpunt, dan blijkt dat mijn beeldafstand heel, heel ver weg gaat, oneindig ver weg. In feite is er dan geen beeld meer. En je moet dus het voorwerp, als je hem op F of straks nog zelfs verder, dan is er geen beeld meer. Kortom, wil je een reëel beeld hebben, dus wil je een beeld hebben wat op een scherm af te beelden is, dan moet je het voorwerp altijd links van het brandpunt neerzetten. Dus de voorwerpsafstand moet groter zijn dan de brandpuntsafstand. Wil je een even groot beeld hebben, dan moet je voorwerp precies daar neerzetten dat het dubbele brandpuntsafstand is. Wil je een kleiner beeld afgebeeld hebben, dan moet je voorwerpsafstand groter maken. Wil je een groter beeld hebben, dan moet je voorwerpsafstand kleiner maken. Maar let op, nooit kleiner dan de brandpuntsafstand, want dan krijg je geen beeld meer. En altijd geldt dat je beeld op de kop zal worden afgebeeld. Goed. Ik heb hier mijn voorwerp, ja, dat zie je zo. Mijn beeld heb ik hier even afgebeeld. En wat betekent dit nou over lichtstralen die hier vandaan komen? Nou, ieder lichtstraal die hier vandaan komt, deze lichtstraal, die zal zo door de lens worden afgebogen dat die door het beeld heen gaat. Dus hij komt hier vandaan en hij wordt afgebogen zodat hij door het overeenkomstige beeld heen gaat. Ja, dus een andere willekeurige lichtstraal, deze bijvoorbeeld, die gaat ook weer daar doorheen. Dus je kunt iedere lichtstraal tekenen. Bijvoorbeeld deze, ja, waar gaat die doorheen? Nou, hij is afkomstig van dit beeldpunt, dus hij zal ook door dat beeldpunt heen gaan. Ja, dus hij gaat die kant op. En let op, hij stopt niet bij het beeld, hij gaat gewoon rechtdoor. Ja? Hij stopt die pas als je er echt iets voor zet. Ja, als je scherm voorzet, dan zal hij natuurlijk niet door het scherm heen kunnen. Maar anders gaan de lichtstralen altijd gewoon rechtdoor. Ja, even nog weer brandglas. De zon, ja, die schijnt op het brandglas. En de zon staat oneindig ver weg. Dus dat is mijn voorwerp eigenlijk, wat oneindig ver weg staat. Dat betekent dus dat de zon, ja, die wordt afgebeeld in het brandpunt. Ja. En dat gebeurt dus eigenlijk hier, ja, hier wordt een afbeelding gemaakt van de zon in het brandpunt. En je ziet dus dat al deze lichtstralen komen in één punt weer. En hier heb je eigenlijk het beeld van de zon, ja, maar heel erg klein en zeer geconcentreerd. Dus vandaar dat het gaat branden. Bolle lenzen, positieve lenzen. En dat betekent dus dat ze in het midden dikker zijn dan aan de rand. Moet het dan altijd zo eruit zien? Nee, hoeft niet. Kijk, hier zijn andere vormen ook. Ja, je hebt hier aan de ene kant is je gewoon plat. En de andere kant is je bol. Maar ook hier in het midden is je boller dan aan de buitenkant. En de buitenkant hoeft niet op een puntje uit te lopen. Hè. Dat is ook hier een traditionele vorm. Maar hier wordt het niet afgebogen. Ja, hier heb je zelfs dat aan de ene kant hij bol is. En aan de andere kant is hij hol. Maar ook hier is hij in het midden nog een klein stukje dikker dan aan de zijkant. Dus ook dit is een bolle lens. Ja, eigenlijk wordt het een hol bol genoemd. Hè? Maar het is gewoon een positieve lens. Nou, dan zouden we ook nog even naar de negatieve lens kijken. Nou, hier komt hij. De negatieve lens, die doet precies het tegenstellen van de positieve lens. Dus de lichtstraal wordt niet naar beneden afgebogen, maar omhoog of deze natuurlijk de andere kant op. Ja. Ook hier weer, ja, de lichtstralen willen eigenlijk rechtdoor. En de bolle of positieve lens, die bracht de lichtstraal naar elkaar toe. En de negatieve lens, die brengt ze juist van elkaar af. Ja, een negatieve lens, die heeft een
divergerend vermogen. Ja, divergerend, ja, diverse kanten uit. Ook hier weer, stel je voor, de lichtstralen komen van de andere kant af. Ja, nou, de lichtstraal zou normaal gewoon rechtdoor willen gaan. En je ziet dus inderdaad dat de lichtstraal ook nu weer naar buiten toe wordt gedaan. Dus je blijft nog gewoon een divergerend vermogen hebben. Heb je ook een beeld bij een negatieve lens? Nee. Je kunt het beeld bij een negatieve lens niet afbeelden op een projectiescherm. Heb je dan wel een beeld? Ja, je krijgt wel een beeld, maar alleen als je door de lens heen kijkt. Dus zelfs met de spiegel, wanneer zie je het spiegelbeeld? Alleen als je door de spiegel heen kijkt. En dat is dus hier ook zo. Ja, je kijkt door de lens heen en dan zal een lichtstraal wat van mijn voorwerp afkomt. Ja, die gaat door de lens heen en je ziet hier dat een beetje omhoog wordt afgebroken. En dan komt die in het oog. Ja, en het oog kijkt naar de lichtstraal. En je hersenen die interpreteren het dat de lichtstraal gewoon altijd recht doorgaat. En die denken dus dat de lichtstraal hier vandaan komt. Ja, oftewel, je ziet het voorwerp wat hier staat, zie je als een beeld wat hier staat. Ja, en omdat dit beeld net als een spiegelbeeld is, dat is er niet echt. En je kunt het niet projecteren. We noemen dit dan ook weer een virtueel beeld. Oftewel, een HoloLens geeft een virtueel beeld en het virtueel beeld is trouwens altijd verkleind en rechtopstaand. We gaan hier niet al te diep op in en je moet alleen dit weten, dat je bij een HoloLens in ieder geval niet een beeld krijgt wat je kunt projecteren, maar dat je altijd een virtueel beeld krijgt. En zo'n HoloLens gaan we natuurlijk ook weer niet iedere keer zo tekenen. Maar dat wordt ook weer getekend met zijn rechte lijn. En nu niet een plusje erboven, maar een minnetje erboven. Dat is wel eenvoudig. HoloLensen, negatieve lensen. Goed. Ik zou zo zeggen, breng het eens een keer in de praktijk. En dit is het einde. Tot ziens.